De grond in Flevoland is erg vruchtbaar. Dat levert grote opbrengsten op van kwalitatief mooie aardappelen. Maar dat gaat niet vanzelf. In het voorjaar gaan de aardappels de grond in. Maar ja, eigenlijk leggen we de aardappel neer en gooien we de grond eroverheen. Dat doen we natuurlijk machinaal. En dan vanaf half juli kunnen we gaan oogsten. Dan snijden we het loof eraf en laten de plant verdorren. Zo ontwikkelen de aardappels in 3 weken een stevige schil. En dan houden we dit mooie product over voor consumptie in eigen land en verkoop aan de hele wereld.